Het Openbaar Ministerie en het Ministerie van Justitie en Politie hebben in samenwerking met UNICEF Suriname maatregelen getroffen om grooming en kinderpornografie tegen te gaan. Hiervoor heeft het Ministerie van Justitie twee animatiefilmpjes voor hun bewustwordingscampagne in elkaar gezet, die binnenkort via alle media zullen worden verspreid. Procureur-generaal Garsha Parag Singh verrichtte de launch van de twee informatiefilmpjes voor jeugdigen op haar parket. Jeugdofficier van Justitie, Rednunes Krek, geeft aan dat kinderen vrij moeten kunnen navigeren in de huidige digitale wereld. Kinderen moeten beschermd worden door volwassenen. Deze filmpjes maken deel uit van een groter geheel. Het Openbaar Ministerie, in samenwerking met UNICEF, is vorig jaar gestart met dit awareness-project. Het heeft enige tijd gekost om de juiste personen te vinden om ons te assisteren bij dit project en de juiste aanpak te vinden. Maar we zijn uiteindelijk daarin geslaagd. Dit project zal niet alleen bestaan uit deze animatiefilmpjes. Er wordt verder gewerkt aan nog twee filmpjes waarbij slachtoffers hun verhaal zullen delen, waarbij ze aangeven welk impact een pornofilm heeft gehad in hun leven en de gevolgen daarvan. Craig Nunes benadrukt dat er ook deskundigen aan het woord zullen komen. Directeur Operationele Diensten van het Ministerie van Justitie en Politie, Biswardat Somai, geeft aan dat het beschermen van kinderen meer prioriteit moet gaan genieten. Ik wil het Openbaar Ministerie, de procureur-generaal in het bijzonder feliciteren met de launch van het awareness-programma. En ik wil aangeven dat het niet bij awareness moet blijven. En het Ministerie van Justitie en Politie zal elke actie ondernemen en ook ondersteunen welke hiervoor ondernomen zullen worden. Volgens Somai is het de afgelopen tijd ook gebleken dat er veel gevallen van huiselijk geweld voorkomen in de gemeenschap. Er is veel werk aan de winkel bij justitie om de informatie te gaan verwerken om na te gaan hoeveel kinderen daarbij betrokken zijn.